Een hele goeie. Wat? Nee, opnieuw. Opnieuw. 1, 2, 3. We waren je wel bijna weer aangekomen bij een ramp. Ga je ook een plasje doen? Wat? Chocomel. Lukt die zeggen. Wat is je idee? Ik ga even mama laten zien. Ja. Verrassing voor jou. Taart gemaakt. Wij zijn de Belgia's. Familievloggers. En het is maandagochtend, jawel. De jongens zullen eten lekker een broodje. Die gaan de ochtend naar school. Want vanmiddag is school dan weer gesloten voor de rondleidingen. En ja, heel veel plezier vanochtend, hè. Daar is mijn liefste. Mijn lieve Luxie. Goedemorgen. Ja, er zijn twee lampjes geknapt. Ja, ik denk, dat is het. Ja, er zijn twee lampjes geknapt. Dus die moet ik even nieuw halen. Nou, ik heb ook een lekker broodje voor Luxie gesmeerd. Een yoghurtje. Ja, voor mama klaargezet. Dus ik laat de hondjes even uit. Ja, en daar is een dolle woezel in. Hé, hey, woezel Pip. Harde wind, hè? Harde wind, toch? Gaan we even lekker wandelen? Het is lekker stormachtig dagje. Woezel Pip gaat helemaal los. Oké, jongens, hollen maar. Luxie die zit lekker aan tafel. Een banaantje te eten. En ze heeft Poppa in meegenomen, hè? Dat is mama's oude babyborn-pop. Ja, ik zie het, liefie. Lucilla heeft ook popjes mee. En ze heeft trouwens een haarbandje opgedaan wat jullie zelf een keer hebben gehaakt in een fanmail. Ja, was een beetje groot, maar met een knoopje erin gedaan. Mama? Ja, liefie? Mijn pop hebben ook zo met die slapen doen. Ja, Lucilla heeft even haar popjes op bed gelegd, hè? Ja. Ja, die zijn even aan het slapen. Nu was weer een Ellie Rikketje op. En vandaag heeft hij deze box gekozen. Vandaag is het vandaag. Het is vandaag maandag. Die van deze verdiepenis. Van de pottenbakker. Zo ben jij. Ja, met die. Oeh, Lucilla. Die buikdans. Ja, die buikdans. Ja, die ken ik nog, ja. Nou, wat gezellig hier. Ik heb de hondjes uitgeladen. Heet smakelijk. Daar was helder water en hele mooie palmbomen met dikke grote ronde kokosnoten en heel veel vlees. En konden ze lekker eten. En toen was het verhaaltje. Nou, we doen de schoentjes aan je. Wat snel hoor. Op naar schoentje. En heel veel plezier. Hé, hey, wat heb je gedaan? Heb je de knikkerbaan van Luan per ongeluk kapot gemaakt? Oh ja, dat was het centje van de achtbaan van Luan, hè? Luan die heeft hier een achtbanenpark gemaakt, zoals jullie hebben gezien. En Luxie die heeft per ongeluk de achtbanenpark een beetje kapot gemaakt. Ik zie het, schatje, bal. Luan die speelt echt eigenlijk de hele week al met die knikkerbaan. En iedere keer als je allerlei baantjes aan het bedenken, dan, ja, hij noemt het achtbanen in zijn hoofd en dan achtbanen. En soms komt Luxie eraan en dan loopt ze er zo dwars overheen of de honden die lopen er doorheen. Daarom heeft ze het ook een beetje in een hoek gezet. En dat vindt Luan nooit zo leuk, dus dan wordt Luan een beetje boos. Oh, Luxie, doe nou niet. Ja, liefie. Ja, die is mooi, hè? Zo gaat hij. Ja. En nou, opeens hoor ik net opeens Luxie. Oh-oh. Kijk ik. Staat ze hier met zo'n ding in de hand. Oh-oh. Omdat ze weet dat Luan het niet leuk vindt als hij kapot gaat. Ja, had je hem per ongeluk kapot gemaakt? Ja. Oh, zullen we hem nou weer even maken voor Luan? Yeah. Luan is nou toch niet thuis, dus dan merkt hij niks van dat hij kapot is geweest. Dan gaan wij hem gewoon weer even maken. Goed? Volgens mij is hij weer gemaakt. Zo. Oh, wat ga je doen? Wou je daar staan? Ja. Oh. Nou, ga je ertussen staan. Wil je op het knopje drukken? Ja. Oké, nou druk jij op het knopje. Luxie vindt het ook heel erg leuk. Oh, is hij weer kapot? Is niet erg, liefie. Kijk, doen we hem zo weer maken. Oh, valt hij eraf? Oh, ik zie het al. Oh, ja. Oh. Zo. Ja. Oh. Zo, nou is hij goed. Druk nou maar weer op het knopje. Ja, druk maar op het knopje.
Kijk. Bijna. Zie je dat? Nou hebben we knikkerbaan weer gemaakt. Moet die ook? Oké. Ja, druk op het knopje. Oh, hij vloog uit de bocht. Zag je het? Oh. Oh. Is niet erg, liefie. Mama bouwt hem wel weer op. Zo. Ja. Is niet erg. Zo. Nou, druk maar nog een keer. Zag eens druk, hè? Ja. Oh, hij vliegt uit de bocht. Luxie en ik hebben de baan inmiddels weer lekker opgebouwd. We hebben een heel leuk uitgebreide baantje gemaakt. Dus Luan, als je het ziet, we hebben hem nog mooier gemaakt. Wil je oh, mama even drukken? Oh, nee, ze wil zelf drukken. Ja, daar kan je niet bij. Stap er maar overheen. Ja, er overheen. Oh. Oh, ja. Daar gaat hij. Oh. Ja, dat deden je voeten, hè? Ja, ga je daar weer op zitten. Ja, bal. Deze kunnen we zo weer maken, hoor, schatje. Kijk, zet hem gewoon zo weer neer. En dan is hij zo weer opgebouwd. Ja, die daar. Oh, die daar. Ja, die moet nog even daar. Ja. Oh, wow, wow, wow. Luxie gaat er helemaal in op. Ja, zo. Ja, boom deed hij, hè? Oké, okay, overheen stappen met twee benen. Gaat dat lukken? Eén. Nou, het andere been. Oh. Ja! Yeah! Oh, het zit samen. Ik lach me echt helemaal in het deukje met Luxie in deze knikkerbaan. De man die kan er niet goed tegen, want die is dan helemaal geconcentreerd bezig met zijn baantjes. En dan komt Luxie eraan en die wil dan op het knopje drukken en dan gooit ze alles weer op. Nee. Hier gaan we weer opnieuw bouwen? Ja, gaan we weer opnieuw bouwen, hè? Ja hoor, we hebben de hele ochtend op te bouwen. Dus we willen het nog een keertje doen. Ja. Daar gaat hij, hè? Luxie heeft trouwens hele schattige slofjes aan. Dat zijn die. Die hebben we een keertje van jullie gekregen in een fanmail nog toen ze baby was. Dankjewel. Ze passen nu pas, maar ze zijn nog een klein beetje groot. Maar ze zijn wel echt super schattig. Ja. Wil je naar pop toe? Ja. Ja? Nee, je kan hier niet overheen springen. Moet mama je er even overheen tellen? Ja. Ja? En mijn handjes? 1, 2. Nee? Wil je toch hier blijven? Daar. Wil je daar zitten? Eén, twee. Hoppatee. Boom. Ga je nou daar zitten? Kijk, dan gaat ze daar zitten. Ja? Moet ik jouw pop pakken? Kijk, ze weet precies wat ze wil. Maar ze wil dus dat ze de pop, dat ik een pop pak. En ze praat helemaal niet erbij. Ja, ik kom eraan, lief. Hier is pop. Is deze pop hierin gedaan? Oh, kijk, deze pop bedoelt ze. Hier heb je pop. Alsjeblieft. Is dat jouw babypop? Moet je ook even kijken naar de knikkerbaan. Huh? Moeten we nog een knikkertje erin doen? Ja? Ja, gaan jullie weer kijken samen? Daar gaat hij, hè? Ja! Ja! Oh, hij liet je bijna de pop vallen. Ja. Vond de pop dat mooi? Ja. Ja! Nog een keertje? Ja. Deze? Deze nog een keer doen? Ja. Oké. Okay. Popje kijken. 1, 2. Oei. Ja. Ja. Goed zo. Ja. Was die mooi? Het is zo schattig. Ja. 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 Ze ligt zich zo in haar rol. Ja. Ja. Wat vertel je dan allemaal, liefie? Ja, is dat jouw pop? Is dat jouw baby? Ja. En wil je klappen? Ja. Ja. Oh. Heeft de pop au gedaan? Ja. Heeft Woezel dat gedaan? Die? De toetoet. Ja. Papa is in de toetoet, ja, dat klopt. Ja. Ja, buiten is de toetoet, hè. De auto. Ja. De auto is de toetoet. Ja. Nu nog een keer met de bal? Ja. Nog een keer met pop. Pop kijken, hè? Ja. Vindt pop het leuk? Oh. Ja, dat zijn de wangetjes van pop, hè? Ja.
Oh, schat, je bent zo lief voor de pop. Wil je de pop even in de kinderwagen leggen? Nee. Nee? Ups en ups. Ups en ups. Ups en ups. Zo, we moesten er heel eventjes uit om op binnen hangen. En ik zei tegen Daan, kom, we hebben nog de hele middag. Luxie heeft al een slaapje gedaan. Waarom gaan we even lekker gezellig wandelen? Hier in het bos, hier bij ons in de buurt. Nu wil Luxie toch even lekker alleen hebben. Oh, Luxie heeft Pip zo hard lopen. Luxie wilde natuurlijk weer Pip vasthouden. Dus Pip die is daar en Woesel ook. En Luxie lekker in de kinderwagen, liefie. We waren je wel bijna weg. Ja, ik weet niet of jullie net ons konden horen, maar het staat een heel hard windje. De kinderen die zijn, Luan en Lucilla zijn op school. En ik had met Luxie lekker binnen gespeeld, dus ze heeft een slaapje gedaan. Maar ze wilde er echt even uit. Maar om weer in het parkje te lopen, denk ik tegen Daan. Ik zei tegen Daan, die zat boven de boekhouding. Het is maandag, we zitten vaak boven de boekhouding. Dus ik kom, we pakken even de auto. We gaan even naar dit bos hier. Dan gaan we hier even wandelen. Maar het is hier toch nog iets winderiger. Dan dat het er van binnen uitziet als je naar buiten kijkt, zeg maar. Tootjes. Ja, waar is ze weg? Kijk. We zijn hier aangekomen bij een rat. Vraag ons niet wat voor rat het is. Een oude mijnenwiel. Oké. Okay. Kolen uit de mijnen. Kijk eens, 11 maart 1988. Ja. Wat is dat voor geboortejaar, 88? 13 april. Ja, dan ben ik, ja, nee, geen 11 maart, 13 april. Ja. Een maand of twee dagen later. Ja. Op deze mooie wereld. Grappig, hè? Oh ja, zie je dat? Ja. En Luxie, ja, Luxie vindt het heel erg leuk, zo lekker wandelen, hè? Nee, even lekker alleen met papa en mama, en liefie? Ja, en de papa. Ja, die, zegt ze dan. Woezel en Pip die zijn ook overal aan het snuffelen. Woezel heeft altijd spanning op de lijn. En Pip die laat hem altijd nog wel vieren. Maar Pip die loopt altijd heel relaxed. Maar Woezel die loopt altijd zo, heel bazig. Kijk, heel bazig loopt hij daarvoor. En Pip die waggelt er altijd zo lekker achteraan. Ja, ja, dat Woezel moet overal van die plasjes doen. Van die territorium. Ga je ook een plasje doen? Oh, ik denk al. Ga je ook je, ga je, ook je territorium even afdammen. Afbaken. Ja. Nou, en we lopen nog even verder. Morgen gaan we trouwens weer naar de Efteling toe voor de opnames van Expeditie Vos, waar Lucilla een filmrol in heeft. Daar heeft ze nog twee laatste draaidagen. Zie je de zon hier mooi? Nog twee laatste draaidagen heeft ze daar. Superleuk. Gaan we daar weer naartoe. En ja, daar zijn we heel erg benieuwd wat het resultaat gaat worden. Volgens mij zit ze best wel veel of regelmatig in de film. Maar ja, ze heeft natuurlijk niet heel veel tekst, maar ze is wel altijd met dat gezin. Maar voordat we het resultaat gaan zien, moeten we natuurlijk nog wel heel even een beetje geduld hebben. Want 16 december komt het pas in de bioscoop. We moesten Pip nu even snuffelen. Hallo. Ja, opa en oma, kom maar Pip. Opa en oma. Die denken, wat doen die toch met dat ding in de hand? We komen veel wat is dat? Wat is dat? Nee, niemand alleen nee. Opa en oma. Wat zijn je toch aan het doen daar? Ja meneer, vloggen. Wat? Vloggen hier. Oh. Ontsnapt een hond. Nee, maar we gaan dus morgen, wat wou ik nou zeggen, morgen na school gaan we dus nog weer naar de Efteling toe voor twee dagen, draaien op dagen. Daar hebben de kinderen weer officieel vrij voor gevraagd. Dus ja, dat eerst nog. En daarna gaan we lekker op wintervakantie. Dus we hebben weer leuke vlogs in de planning voor jullie. Vandaag even een relaxdagje zoals jullie zien. Niet zo heel veel op de planning, eigenlijk niks. Dan gaan we even verder met deze mooie boswandeling. En kijk eens, de zon die komt door. De wind gaat liggen. Heerlijk. En dat zonnetje schijnt in onze gezicht. Nou, wij wandelen hier nog even lekker verder. Toedeloen. Hier waar wij wonen, is het eigenlijk nog wel net zo mooi. Kijk eens, met de vijver. Woezel en Pip die gaan weer tong vragen. De wind is het best lekker, Alexie. Nee, ja. Ze zijn wel buiten. Ik ga even chocolademelkje pakken. Luxie ook? Ja? Oké. Okay. Dankjewel, grote meid. Kijk eens, hè. Wat een lekkere warme chocomel. Hoor, daar draag je koosje. Ja, schatje, wij kijken naar jou. 1, 2 in het Luxie Circus. Bovenop Woezel. Zo. Ja. Met Kroko, hè? Oh. Ga maar nog een keertje. Heerlijk. Oh, daar is Pop. En de winkelwagen. En tijd om even wat te poetsen. Ja, 2, 3, 4. Just right.
komen er thuis, Luxie. We komen er thuis. We staan hier voor de deur. Hallo. Hey. Daar zijn ze weer. De kinderen die zijn weer thuis. Ja. Was het leuk op school, jongen? Ja. En Luan die wilt al heel graag de hele tijd al iets doen. En vandaag is het zover. Jongen, vertel. Wat is je idee? Wat is je... Oh, Luxie komt erbij zitten. Oh, wat gaan we doen, Lu? Nou, ik denk dat jullie wel een paar fans die hebben we wel nog eigenlijk hun filmpje gezien. Die ze mij voor de gek was gehouden toen Sammy alsof weg was. Maar ik dacht... Vond je dat een goede grap? Oké, ja. Hij kon hem wel waarderen, moeder zonder ons. Hé, jongen? Ja. Ja. Toen kwam ik op een idee... Ja? Om de Silla voor de grap te houden. De Silla voor de grap houden. Voor de gek houden. Ja. En wat gaan we dan doen? Ik leg even een spulletje zeg. Oké. We hebben nodig. Een bakje. Zo, eigenlijk plastic parasolletje. Parasolletje. Ja, eigenlijk een soort plastic parasolletje. Een ballon. Een ballon. Versierseldingen. Versierseldingen. En... Even ik ga even mama laten zien. En mama laten zien. laten zien hoe mama dit gaat doen. Kijk, deze om de kraan. Juist. Daar een beetje water in. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oké. Stop. 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 Toch wacht, ja, iets meer. Zo. Oh man, dat is weinig. Nee, anders past hij in het bakje. Oh. Zo. Ja. En dan gaan we een knoopje maken. Zo. Wat gaan we hier dan mee doen? Dat. Mam, ga je het even laten zien? Ja. Oké. Oeh, hij zit lekker vol. Ja, en dan? Laat hem maar niet op de grond laten. Nee, we hebben een natte grond. Pas. En dan? Doe maar. Oeh, die past er. Hij past er mooi in. Gaat hij erin? Ja. Zo. Wat vind je erin? Zo. Ja, is dat er nog niet? Zo, ja, maar dan moet je er een beetje slag om op doen, dan zie je het. Ja. Vertel maar nu. Dan hebben we dit ballonnetje in het bakje. Ja. Je moet er echt goed zo doorheen doen. Ja. Dan moet je altijd even onder het gras kijken of je niet te erg ziet. En dan doen we er heel veel slag op. Oké. Dat is wat extra. Niet goed, dat het niet de ballon is. Oké. Begin je aan de buitenkant. Wow, die zit heel strak. Kun je even helpen? Dan kijk ik hem in het bakje. Zo. Mam, ik zie hier. Oké. Okay. Hier was het nog alleen. Oh. Alleen daar. En dan was het daar. Ja. En dan? De mooie versiegels. Hier zou ik met hagel beginnen. Zo. Oh, mama heeft niet net gestofzogen hoor. Nee, oh gelukkig. Jawel. Oh. Maar dat maakt niet uit. Noem maar van deze dingetjes. Hier nog. Oh, hier zit vast. Oei. Ja. Nee. Nog. Zo. Ja. Dan is hij klaar. En dan deze nog erop. Oeh. En dan moet je niet in de ballon prikken, hè? Nee. Oeh, dan moet ik heel zachtjes. Een beetje een schuim prikken. Ja. Nou, dit is toch net echt. Zou ik ze hier intrappen? Zou Lucilla hier intrappen? Wil jij de vraag of ze het eerste stukje wil aansnijden? Ja? Oké. Okay. Zullen we Lucilla halen? Lucilla is boven op haar kamer met de poppen aan het spelen. Gaan we haar roepen, ja? Gaan we haar roepen. Wat? Zullen we hem eerst op de tafel neerzetten? Luan heeft het hier neergelegd. Luan is helemaal enthousiast. Die is zo benieuwd hoe ze gaat reageren. Nou, we hebben daar dus het taartje. Het ziet er echt heel erg mooi uit. En dan moeten we
Ja, ze moet gewoon zo. Je moet zeggen, je moet er goed inprikken. Want hij is nog een beetje bevroren of zo. Maar je moet even zoiets van maken. Dat ze er goed zo inprikt. Okay. Goed? Waarom is zo kletternat? Gaan we eens even kijken waar Lucilla is. Die is op haar kamer aan het spelen. Met papa. Wat zijn jullie aan het doen? Kunnen we even naar huis spelen? Met papa aan het spelen. Zullen we ook hem even naar beneden? Want we hebben een klein verrassingje voor jou. Hij heeft een verrassing voor jou. Wat is dat? We hebben een taart voor jou gepakken. Waarom? Een taart? Ik ben zo lieve zus. En ik zie ook wel. Omdat ik voor jou een taart heel snel heb gebakken. Johan heeft helemaal voor jou een taart gemaakt. Klein taartje. En dat is geel. Maar hij is nog wel een beetje bevroren. Dus ja. Je moet nog even met de mes erin prikken. Dat hij goed zacht wordt. Ja. Dit was jouw taartje. Zie je dat, Lucilla? Oh, ik zie je schrik ervan. Dat was gek. Je hebt er een beetje een natte broek van gekregen. Heel een beetje nat. Maar wat heeft papa daar in de keuken? Tompoes. Daar zijn de echte tompoesjes. Die vindt ze wel lekker. Oh, er komt er nog één aan. Je hebt een tompoesje. En deze is voor... En nog meer slag, gaan we nu? Ja, ik ga niks doen. Oeh, Lucilla, wat heb je daar? Ga je er niks op doen? Eentje voor. Het was wel een grappig taartje. Weet je nou wat het was? Wat was dat, Luan? Wat had het gedaan? Het was een gele ballon. Het was een ballonnetje met water erin. En daar hadden we slagroom op gespoten. Oh, wist je wel dat hij nep was? Oh ja, je speelde gewoon mee natuurlijk. Och, lieve toch. Oh, net als je filmrol. Lucilla is gewoon een super goede actrice. Ze denkt, oh, Lu. Kom maar toch. Lucilla deed gewoon alsof ze schrok, Luan. Net als haar filmrol. Jammer, hij is mislukt. Wat? Ja. De grap. Nou, dit is dan toch wel lekker, hè? Ja. Zo, het is alweer wat later. De kinderen zitten heerlijk Pieter Konijn te kijken. Ja, we gaan lekker eten maken. Ik ben maar even aan het koken geslagen. Ik heb lekker runderen gehakt aan het braden. Met lekkere grote pennen. Eitjes gebakken. En ik heb hier vers gesneden groenten. En die gaan er maar even lekker. Jammer, jammer. Zo. Doei. Nou, dit is de lekkere groentesaus geworden. De lekkere pennen. En de lekkere gebakken eitjes. Vader heeft weer een lekker bordje gemaakt. Lekker, lekker. Jammer. Nou, dat was de vlog weer voor vandaag. Vond je weer een leuke vlog? Doe even de... Duimpje. Niet te abonneren, klik op mijn belletje. En we zien je graag morgen weer in een nieuwe vlog. Duimpje van Luxie. Vingertje. Volg je hartslag, boom, boom, mee. Wees lekker met ons mee. Je hartslag geeft het tempo aan. Als je danst, boom, boom, mee.